Een koude nacht met weinig wind zorgde deze donderdag voor een mistige start van de dag. Maar dat leverde ook prachtige plaatjes op. Zoals hier in Nijmegen, waar de Waalbrug net boven die mistlaag uitkomt. En in september is de zon nog krachtig genoeg om die mistlaag relatief snel te laten oplossen. En in de loop van de dag kwam daar dan ook een zonnig weerbeeld voor terug. Op de meeste plaatsen bleef het droog, maar op deze foto die genomen is bij Kinderdijk zien we in de verte toch ook wel wat buienluchten. Dus niet overal bleef het droog. En op het radarbeeld is te zien dat de meeste buien waren weggelegd voor het noorden en westen van het land. Maar het merendeel van de buien bleef boven de Noordzee en dieper landinwaarts was het dus helemaal droog. De komende tijd hebben we eerst nog met relatief rustig weer te maken. Droog en vrij zonnig, maar vrijdag gaat daar verandering in komen. Laat op de dag neemt de bewolking toe en tijdens de nacht na zaterdag gaat deze regenzone overtrekken. Dat gaat ook gepaard met een toename aan wind. Vooral aan zee kunnen dan windstoten rond 80 km per uur voorkomen. En op de Waddeneilanden kunnen die windstoten nog net wat hoger uitvallen. Zaterdagochtend verlaat die regenzone ons land alweer, maar daarna wordt met een westelijke windrichting alweer relatief koele lucht aangevoerd. En dat betekent dat ook zaterdag overdag nog talrijke buien tot ontwikkeling kunnen komen. Met tussendoor ook wel opklaringen, maar ook wel momenten met wat hardnekkige bewolking. Vanavond blijven de kustprovincies gevoelig voor enkele buien, vooral dus in het noorden en westen van het land. Daar is het zo'n 10 graden en dieper landinwaarts blijft het overwegend droog. Gaat de wind ook weer liggen en is het vanavond zo'n 8 of 9 graden. En door het wegvallen van de wind en die daling van de temperatuur wordt ook voor komende nacht weer nevel en mist verwacht. We zien hier een indicatie van waar die mistvelden tot ontwikkeling kunnen komen. En morgen gaat eigenlijk een vergelijkbaar patroon plaatsvinden. In de loop van de ochtend gaat dat weer oplossen. Maar op sommige plaatsen kan die mist net wat hardnekkiger blijven hangen. Nog even voor vannacht in de samenvatting. In het binnenland dus kans op nevel en mist. Ook weer een koude nacht met op de koudste plaatsen een graad of 2. Aan de grond kans op vorst en in het westen van het land iets meer bewolking. Hogere minimumtemperaturen en heel lokaal nog een enkele bui. Vrijdag, als die mist eenmaal is opgelost, hebben we een zonnige dag voor de boeg. Komen ook weer wat stapelwolken tot ontwikkeling. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. En bij een matige zuidenwind wordt het dan een graad of 16. Dus komende tijd hebben we dus rustig najaarsweer met flink wat zonneschijn. Maar in de ochtend is het dus wel koud met nevel en mist.